Op 84-jarige leeftijd is vorstin Elisabeth von Bismarck op zondag overleden. Ze was de weduwe van vorst Ferdinand von Bismarck en de dochter van de voormalige burgemeester van Knokke, graaf Leon Lippens. Ferdinand was een studievriend van prins Klaus van Amsberg en was getuige bij zijn huwelijk met prinses Beatrix. Hij was tevens de peetoom en doopgetuige van koning Willem-Alexander en overleed op 88-jarige leeftijd in 2019. Elisabeth Lippens uit België trouwde in 1960 met vorst Ferdinand von Bismarck, de achterkleinzoon van Otto von Bismarck, 1815-1898, de grondlegger van het Duitse Keizerrijk. Ze kregen 4 kinderen, Carl Eduard, Gottfried, Gregor en Vanessa. Elisabeths grote passie was de vlindertuin op het Bismarcklandgoed in Friedrichsrug, gelegen in het noorden van Duitsland. Tientallen jaren lang heeft ze zich ingezet voor de tropische serre, waarin zich 800 vlinders van 40 verschillende soorten bevonden.